Mevrouw Jongman, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij was de uitspraak plan B van onze fractie in die raad van 13 oktober. Maar dit hadden we niet voorzien, dat dat eruit voort zou vloeien. Maar wel respect om dat op deze manier op te stellen. Waarbij onze fractie ook constateerde dat het eigenlijk te laat is. Omdat we dat denken over die tram al veel eerder gestart zijn. Met alle respect voor het aantal zaken erin. Maar ik hecht er toch nog wel aan of het college wellicht kan reageren wat meneer Luhoff net aangaf. En bijvoorbeeld de ontwikkeling van het OV. Want dat is toch wel een aanname waarop wij ook verder willen gaan. Maar bijvoorbeeld een heel aantal aannames kloppen ook niet. Want de lijn die plan B voorstelt, dat is juist de studententram die wij juist niet wilden. Maar waar onze fractie nog steeds gaat voor de regiotram. Ondanks de geluiden aan de overkant. Maar daar hebben we ook nogal weer overleg over. Maar ik wist bijvoorbeeld ook effecten van de regiotram op aanliggende routes en op het UMCG. Want dat zijn echt niet alleen studenten die in die tram gaan zitten. Nou, we kunnen een hele tramdiscussie over doen. Ik laat het hierbij. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Wiesch, mevrouw Rademaker, SP. Dank u wel, voorzitter. Ook namens de SP hartelijk dank voor het uitvoerige plan Beter OV in stad en ommeland wat er nu voor ons ligt. Ik kan inderdaad ook wel deels aansluiten bij de woorden van mevrouw Jongman van de ChristenUnie. Inderdaad, we hebben al veel langere tijd een discussie gevoerd over, wat gaan we doen met het openbaar vervoer in stad en ommeland? En wordt het een bus of wordt het een tram? We hebben uiteindelijk nu voor een tram gekozen. Ik vind het wel een heel uitvoerig plan en volgens mij, we vinden ook dat de opstellers van dit plan ook wel het recht hebben op een reactie van het college. En dat hoeft niet ook een brief te zijn, dat hoeft geen boekwerk te zijn, ook van zoveel bladzijden. Maar het is toch wel een groep mensen die in de stad heel serieus hebben meegedacht over hoe het verder moet met openbaar vervoer in de stad. En inderdaad, ik wil me graag aansluiten bij de twee andere vragen die zijn gesteld over berekening reizigersopbrengsten en het overdragen van de risico's. Daar zijn we ook erg benieuwd naar. Dank u. Dank u wel. De heer Saton, CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn blij met dit initiatief. Die wens naar plan B bestond al eerder. Nou, nu hebben we in ieder geval een mogelijkheid op basis van een goed en gedegen stuk die aannames te toetsen. Wat we zouden willen weten, de groei van de reizigersaantallen, ik heb daar eerder naar gevraagd en ik sluit me aan bij de vraag van D66. Om de hoeveel tijd zien we dat? Kloppen die nog? Kunnen we daarvan uitgaan? Er wordt in het stuk kritiek geleverd op het structurerend effect van de tram. Er is vaak mee geschermd, wordt genuanceerd. Is dat terecht of niet? Ik stel vast dat deze tram het UMCG niet gaat helpen. Dat vind ik zelf wel een groot nadeel. En in dit stuk wordt ook gezegd dat het aanzienlijk goedkoper is dan de regiotram. Maar ik ben wel benieuwd naar de reactie van het college. Ik weet dat het college van GS in de provincie een reactie hebben gegeven. Dus ik sluit eigenlijk wel aan bij de vraag van mevrouw Rademaker. Kunnen wij niet, dit is een kort debat, kunnen we niet een gedegen reactie van het college op het voorstel verwachten? Of van het initiatief, want ik vind dat het dat wel verdient. Dank u wel. Dank u wel. De heer Van Rooij, Studentenstad. Dank u wel, voorzitter. Ik wil me graag aansluiten bij de zeer positieve woorden die al gevallen zijn over het plan. Een heel erg nauwgezet plan, heel duidelijk. Ik wil me bij de woordvoeringen van mevrouw Jongman-Mollema en mevrouw Rademaker aansluiten. Voor ons blijven de voordelen van de tram staan. En dan heb ik het over de voordelen, de economische spin-off langs de route bij de haltes. De binnenstad, de bereikbaarheid daarvan. Maar ik wil heel graag nog een keer uitvoerig van gedachten wisselen met meneer Kamminga hierover. Dank u wel. De heer Kelder, Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik was ook verbaasd over hoe gedegen dit plan in elkaar zat. Echt van, dat is niet zomaar even een briefje, maar gewoon een heel document met heel veel gegevens waarvan ik niet kan controleren of alles klopt of niet. Want sommige dingen die verbazen mij wel een beetje over bepaalde getallen die echt anders uitkomen dan in de plannen van het college. En eigenlijk wil ik heel kort zijn en gewoon vragen of het college, wat mevrouw Rademaak ook al zei, hiernaar wil kijken. Dat is mijn vraag aan het college, of ze hiernaar willen kijken en dit toch willen meenemen als een alternatief dat wat weliswaar niet helemaal volstaat, omdat inderdaad het UMCG hierin buitengesloten wordt. Dank u wel. We hebben alle woordmeldingen gehad. Dan graag een reactie van het college.
Voorzitter, volgens mij is het 10:30. Ik heb in ieder geval over een kwartier een andere afspraak. Dus ik zie me nauwelijks meer in staat om hier nog serieus op in te gaan. Ik zit me af te vragen of het misschien aardig is om dat middels van een brief te doen, waardoor we ook wat uitgebreider op het voorstel van de heer Kamminga kunnen ingaan. Maar misschien wel daar nog omheen. Ik begrijp dat de Stadspartij waardering heeft voor het initiatief. En dat heeft niet alleen u, het hebben meerdere partijen in deze raad. En ik begrijp dat de Stadspartij nog heel graag hierover wil spreken. Ik vind het prima om hier een reactie op te geven. En die reactie zal, afgezien van het feit dat die op onderdelen wat gedetailleerder zou zijn, in hoofdlijnen toch zijn dat wij een proces van iets van 10 jaar achter de rug hebben, waarin we heel nadrukkelijk hebben gekeken hoe wij die bereikbaarheid van die stad het beste vorm kunnen geven. En dat we daar in 2007 een keuze hebben gemaakt. En dat we daar in eind 2010 met de aanbesteding gestart zijn. En dan ben ik bijna geneigd om het wat huiselijk te zeggen. U bent met uw discussie op dit moment te laat. De Stadspartij is destijds akkoord gegaan met het fenomeen tram. Dan kan het best zijn dat door een personele wisseling van een fractie u daar anders over bent gaan denken. Dat respecteer ik. Maar een bestuur van een stad moet zich ook een beetje consistent gedragen. Het kan niet zo zijn dat je op het ene moment A zegt en dan met een project start kosten maakt, daarvoor draagvlak creëert en dan op een gegeven moment een andere keuze daarin gaat maken. Dat betekent ook niet dat je je ogen voor de werkelijkheid moet sluiten. Maar in het hele proces wat we de afgelopen 2,5 jaar intensief met elkaar voeren, kom ik steeds terug naar de raad en krijg een meerderheid voor de plannen zoals we die met elkaar voeren. Dan snap ik dat u het nog steeds blijkbaar in deze samenstelling van de Stadspartij blijkbaar iets anders wil. Dat begrijp ik. Maar u moet ons ook begrijpen dat als zo lang er een meerderheid is in deze raad die die plannen steunt, ik gewoon wel mijn werk moet doen. En dat verwacht u ook van mij, want ik moet resultaat maken en ik moet ervoor zorgen dat die plannen ook gerealiseerd worden. Dus enerzijds wilt u steeds blijven praten. Nou, dat snap ik, omdat ik politica ben en ik vind het altijd leuk om over actuele onderwerpen te praten. Anderzijds ben ik ook gewoon dagelijks bestuurder van deze stad en moet ik ervoor zorgen dat een aantal zaken gewoon geregeld worden. En zolang een meerderheid in deze raad tegen mij zegt van u moet doorgaan met de tram, dan moet het ook. En dan nog een klein ander puntje. Het grootste risico van projecten zijn vaak de bestuurders zelf en de politieke context waarin projecten plaatsvinden. Onlangs stuurde heer Offerman mij een artikeltje op over de Noord-Zuidlijn. De dingen die daar misgaan zijn gegaan, daar proberen wij heel erg van te leren. En wat marktpartijen bijzonder belangrijk vinden is een consistente overheid. Een overheid die zegt van dit willen we. We zijn een aanbesteding begonnen. Vorige week zijn een aantal consortia toegelaten tot het plan van aanpakfase. Het zou wel heel bijzonder zijn als wij nu opeens zouden zeggen, als ik opeens zou zeggen, marktpartijen, fijn dat u zich hebt ingeschreven. Maar ik dacht zo, laat het maar even niet doen. Want de Stadspartij is van mening dat wij hier nog een keertje in discussie moeten gaan hebben over een alternatief. Dan zou ik mij zeer onverantwoord opstellen. En ik denk ook dat de meerderheid van deze raad dat zou afstraffen. Dat is 1. 2. Met alle waardering voor de heer Kamminga, het gepresenteerde plan is geen oplossing voor deze stad. Het is niet een oplossing die de binnenstad faciliteert. Het is niet een oplossing die het UMCG bedient. Het is een studentenlijn. En het is ook niet een oplossing die de regio verbindt. Want het zijn alleen maar die mensen uit de regio die vanuit Hogezand richting Zernike komen. Die worden bediend, verder niet. In die zin lijkt het heel veel op het plan wat we destijds nadrukkelijk besproken hebben met elkaar in de diverse tracés, namelijk de tracé die ook door de Partij van het Noorden werd ondersteund, dat noemen wij destijds de trein, het Westerlandtracé, wat niet de stad aandeed en wat wij nadrukkelijk hebben afgewezen. Dus als u zegt, u heeft daar niet over gepraat, nee, over dit specifieke plan van de heer Kamminga, daar hebben we niet over gepraat, maar de gedachte achter het plan, daarover hebben wij zeker met elkaar gecommuniceerd. En zowel de Staten als de regio Groningen, als de 2 provincies, 12 gemeenten, als deze stad hebben gezegd, wij kiezen voor de regiotram. En wat ik nou wel eens prettig zou vinden, als er zo'n groot bestuurlijk draagvlak voor een plan is, dat u misschien ook eens zou denken, het is nog zo gek niet.
U hoeft dat niet, u heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar ik zou het toch echt op prijs stellen als u nu zou eens erkennen dat wij hier uitgebreid met elkaar over gesproken hebben en niet alles maar weer ter discussie stellen, want dan ben je volgens mij niet verantwoord bezig. Voorzitter, dit in grote lijnen mijn algemene verhaal. Ik zeg u een brief toe waarin u zich wat specifieker op het voorstel van de heer Kamminga zal reageren. Ja. Wat ook recht doet aan de inzet die hij hiervoor heeft gepleegd. Ja, dank u wel. De heer Offerman wil even reageren. Voorzitter, drie punten. Het Westrandtracé, dat is afgewezen omdat daar ook een tramdeel naar de Grote Markt ging en daar de kosten, daardoor de kosten van het Westrandtracé vreselijk uit de hand liepen. Daarom kon dat niet. Ze hebben wij gezegd, laat die tramstukje Grote Markt station maar weg. Dat kon dus niet. Dus dat Westrandtracé is gewoon een flauwekul verhaal. Dan de keuze uit 2007 is toch wel interessant. Ik heb hier de nota op basis waarvan de Raad die keuze gemaakt heeft. Duurzame mobiliteit. En daar staat, de huidige vervoerwaarde op de buslijn hoofdstation Ternike rechtvaardigt deze eerste keuze. Deze eerste keuze was de tram van het station, van de Grote Markt naar het Ternike, of van het station naar het Ternike. Dus het was wel degelijk een keuze op basis van een studentenlijn. Laten we dat even heel helder voor ogen houden. En wat de marktpartijen betreft, voorzitter, ja, de marktpartijen, we gaan het nu allemaal meemaken straks. Ze willen niet, meer stad, blauwe stad, marktpartijen. De discussie over marktpartijen komt, maakt u zich geen zorgen. Wethouder, maakt u zich vooral zorgen, zou ik zeggen. Dank u. Oh, sorry, er komt een brief van het college hierover. En dan ja, wordt het stuk al dan niet verder geleid. Wat stelt de Stadspartij voor om ermee te doen? In het... Tramcommissie? Ik moet gewoon weg nu. Het is nu 20 voor. Ik moet nog een vertrouwelijke mededeling doen. Voorzitter, het stuk is geen raadsvoorstel. Het bevat ook geen beslispunten. En wat dat betreft is het niet geschikt om op dit moment in de raad te brengen. In de tramcommissie kunnen we ernaar kijken. Okay. Voorzitter. Dit gaat niet helemaal, die tramcommissie is niet bedoeld om dit soort stukken dan even in te bespreken en dan niet in de commissie. Dus ik zou niet met zo'n voorstel akkoord gaan. Nou, maar dat wordt hier, voorzitter, zoiets wordt hier ook niet beslist. Het kan zijn dat een van de leden van de tramcommissie zijn collega heeft vraagt om hier eens naar te kijken. Ja. Okay. Ja? Maar in ieder geval is het niet iets dat voor de raad beschikt is, omdat er doodeenvoudig geen beslispunt is. Okay. Dank u wel.